dat zo prachtig is met muziek. Muziek doet zo ontzettend veel voor mensen. En het ontroert, het kan heel erg veel vreugde bieden, het kan troosten bij verdriet. Het geeft ook beweging, hè, want je kunt er ook op dansen. En wat ik allemaal van uw muziek heb gehoord en met Dr. Jazz, is dat echt een geweldig voorbeeld van muziek wat enorm aanspreekt voor heel veel mensen. Ik heb uw muzikale cv bestudeerd. Die ga ik niet oplezen of opdreunen hoor. Maar wat mij opviel, was eigenlijk dat u al als jong kind, al tijdens de oorlog, ook al geluisterd hebt via de Voice of America naar de Everly Brothers. Zeg ik dat goed? Maar dat was wel een klein beetje fout, want in de Tweede Wereldoorlog, toen was ik geloof ik 2 of 3 jaar. En Everly Brothers, die komt pas in de 50 jaar. Maar ik reken het wel goed. Het belang, de belangrijkheid van muziek is voor u altijd en nog steeds enorm belangrijk geweest en u heeft er ook geweldig uitvoering aan gegeven. Ik ben daar erg van onder de indruk, kan ik u vertellen, na het bestuderen van die cd. Nog dichter bij de mond. Oké. Okay. En dan kom ik nu bij het officiële deel, want het college van burgemeester en wethouder van gemeente Doetinchem heeft 18 oktober unaniem besloten om u de zilveren eremedaille te mogen overhandigen. Ja. De doosje gaat open hoor. Ja. Alsjeblieft. Gewoon wat mooi. En ik hoop dat u nog 40 jaar, minstens 40 jaar, met uw prachtige Dr. Jazz nog blijft spelen. Hartelijk proficiat. Hartelijk dank. Oorkonde bij. Mm-hmm. Komt altijd. Dus het is een hele mooie officiële oorkonde. Die mag ik u ook overhandigen. Zo. Ik ben helemaal beduust. Nou, dat is mooi. Ja. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook bijna mijn hele leven in Doetinchem gewoond. En er is natuurlijk het een en ander dan gebeurd. Hè. We hebben met mijn musicals bezig geweest. En we hebben vroeger met de Training College gespeeld. En nou met Dr. Jazz. En dat we het 40 jaar volhouden, daar feliciteren ze ons voor. Hè? Maar dat moet je niet doen. Ja. Want het is een kwestie van ademhalen en doorgaan. Ja. Want je doet het niet alleen. Je hebt ook altijd mensen nodig. Hè? En als je nou nagaat hoeveel mensen er eigenlijk niet in dat orkest hebben gespeeld in de loop der tijd. Er zijn er heel veel. Dus die moet ik eigenlijk ook wel bedanken. Dus ik ja, maar ontzettend fijn dat u door is. Geweldig. En jullie even langzaam zijn leven spelen. Zo, hij en nou van het podium af met hem. Ja, lijkt nee, is goed. Ja? Ja? Jan Dokter, gefeliciteerd. Dankjewel. Met de onderscheiding van de gemeente Doetinchem. Ja. Het eerste wat ik me eigenlijk al afvroeg, maar waar ik het antwoord zelf heb kunnen geven. Dr. Jazz, de naam komt toch door uw naam, neem ik aan. Ja, het lijkt natuurlijk ontzettend arrogant om te denken dat ik die naam zelf bedacht heb. Hè? Maar dat is natuurlijk niet zo. Dr. Jazz ontstaan eigenlijk in Terborg in een boerderij, je moet je voorstellen. Er waren drie jongens die ik ook kende, die gingen een beetje spelen, dat was in de 70e jaren. Ja. En kom er ook een keer bij, lekker gezellig, weet je wel, geen ambities. Maar ja, maar dat ging eigenlijk zo dermate goed dat ze dachten, laten we maar een band oprichten. Nou, en er kwam een van die mensen, die kwam op het idee van, dokter,
jazz, ico. Dat is een leuke naam. Ja. En zoals de burgemeester net ook al zo mooi zei, muziek doet goed. Ja. Muziek heelt soms ook wondjes. Ja, ja, dat klopt. Dus Dr. Jazz is eigenlijk de best toepasselijke naam, ja, vind ik zelf. Ja, dat klopt. Dat was een mevrouw van 94. Ja. Ja, die zegt tegen mij, ik heb geen pillen meer nodig als jullie spelen. Nou, dat is maar een grapje, maar dat is wel een beetje waar. Ja, muziek, maar dat is welke muziek dan ook, hè? Is altijd oké. Okay. En wat is het bijzondere aan de jazzmuziek? Nou ja, het bijzondere van jazzmuziek is eerste plaats dat het over 10 jaar er niet meer zal zijn. Omdat het geïntegreerd wordt in de popmuziek. Hè. Dat zie je wel in het Nashville Jazzfestival. Dan zie je dat alles door elkaar gaat. Hè. Je hebt rapmuziek, je hebt jazzy invloeden. Maar die jazzmuziek is eigenlijk ontstaan in de jaren zeg maar 20, 30 is het heel populair geweest. Ja. Hè. Zoals wij dat nu spelen, instrumentaal. Ja. Omdat ze die grote elektronische kasten nog niet hadden. De mensen die zongen, dat kwam hier niet bovenuit. Dus daarom werd het instrumentaal. En we hebben ons daar een beetje aan gehouden. Dus wij spelen eigenlijk nog een beetje de muziek uit de 20 en 30 jaar. Maar u bent bang dat over een jaar of 20, 30 de muziek, de jazzmuziek, ja, zoals wij is, die spelen wel. Ja, verdwijnt? Ja, nou verdwijnt, ja, anders. Er komen pop-invloeden, er komen ritme-invloeden, er komen veel elektrische toestanden bij, synthesizer. En, wat op zich niet verkeerd is, maar nee. Het mag toch op zich eigenlijk ook niet verdwijnen helemaal, ja, zoals het er nou, nu maar is. Weet je, er zijn geen jongeren meer die dit spelen. En laten we eerlijk zijn, dat zie je ook hier aan de mensen, die zijn redelijk op leeftijd. We spelen eigenlijk voor onze eigen leeftijdsgenoten. Ja, maar die herkennen dat nog. Dat neemt nog lang niet weg dat wij ook wat jongere fans hier hebben gezien. Dat wij ook 15, 16, 17, 20-jarige mensen hier hebben gezien. Ja. Die toch blijkbaar van deze muziek. Ja, dat weet ik wel. Dat weet ik ook wel. Maar er zijn er weinig. De muzikanten zijn niet meer jong. Die dit soort muziek maken. Kijk, wat Hein de Jong is alweer een stapje verder. Conservatorium mensen. Bij ons zitten ook wel conservatorium mensen bij. Maar wij spelen eigenlijk toch een wat veranderde vorm, zou je kunnen zeggen. Kunnen wij dan niet een oproep doen? Kunnen wij de jongeren nu niet iets vertellen? Ja. Om ze te laten weten van, jongens, ga met jazzmuziek aan de slag. Ga daar dat ook kun je wel, ja, dat kun je wel vertellen. Maar weet je wat het probleem is? Radio draait het niet meer. Dit soort muziek wordt niet meer gedraaid. Op het moment dat de radio het niet meer draait, en ook op televisie niet meer te zien is het voorbij. Geloof me. En ik ben wat dat betreft toch wel een beetje pessimistisch, maar aan de andere kant maakt het niet uit. Want alles komt wel op zijn plaats terecht. Ja, nou, ik kan wel zeggen, ik zou het wel jammer vinden als het verhaal, maar ik mag u bedanken voor het gesprek. Graag gedaan. En nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel. En op naar de volgende jaar. Op naar de volgende 40 jaar, nou, dan ben ik niet meer. Oké. Okay.